Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe serie. Het is tijd voor Professor Layton en de erfenis van de Asran. Het vervolg op Miracle Mask en deze keer in het Nederlands, wat mij een stuk scheelt. Dan kan ik gewoon Nederlands voorlezen, wat gewoon top is. Niet dat Engels per se moeilijk was, maar het kwam er niet altijd helemaal uit. En dan is het waarschijnlijk iets gestroomlijnder, dus dat zou heel erg fijn zijn. Het is even belangrijk om te weten dat dit een werk bewust in zijn is geheel fictie. Dus dan weten jullie dat. We beginnen meteen met een filmpje. Filmpjes zijn altijd cool. We zijn hier bij een... Professor, heel apart. Gelooft u dat hij echt een levende mummie heeft gevonden? Ik heb gehoord dat professor Sycamore een autoriteit is op het gebied van ruïneopgravingen. Hij zal zoiets toch niet zomaar verzinnen? Professor Sycamore vast zit niet. Ook. Het is zeer eigenaardig, maar we zullen zien. Maar wat zou hij dan gevonden hebben? Hopelijk rust er geen vloek op. Geen zorgen, Luke. Ik bescherm je wel. De stem van Luke is ook die van Ash. Wow, dit is geweldig. Het is net alsof ik op een cruiseschip ben. Luke, gedraag je. Wow. Het is moeilijk om je te beheersen in zo'n luxe omgeving. Welkom aan boord van de Bostonius. Hallo. Mijn naam is Raymond. Namens professor Sycamore wens ik u een zeer aangenaam verblijf. Hallo, Raymond. Hartelijk bedankt voor uw warm onthaal. Ik ben Herschel Layton. Aangenaam kennis te maken. Nu iedereen er is, kunnen we ons gereed maken voor vertrek. Maar ik ben bang dat ik eerst uw identiteit moet vaststellen met een eenvoudige test. Hè? Professor Sycamore wil zeker weten dat u de echte professor Layton bent. Helaas kan ik u niet eerder op de hoogte brengen. Wat? Meent u dat? Uw identiteit wordt vastgesteld aan de hand van een puzzel. Op deze kaart staan een aantal locaties. Uw opdracht is om te achterhalen welke van deze locaties onze bestemming is. Dat zou geen probleem moeten zijn voor professor Layton. Goed om te weten. Zijn wij de echte professor Layton? Dat is de vraag. Puzzel nummer 1. De bestemming. Deze wereldkaart geeft alleen de locaties van twee dingen aan. Steden en tankstations. De Bostonius zal op elk van deze stoppen op weg naar haar uiteindelijke bestemming. Maar waar ligt deze bestemming? Beweeg het luchtschip om aan te geven welke route... Het moet afleggen. Je kunt het luchtschip alleen naar de aangrenzende vakjes bewegen. En als het zonder brandstof komt te zitten, kun je helemaal niet meer bewegen. Oké, goed om te weten. Dus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wacht, het is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Er zijn 12 huisjes. 3 tankstations. Dus zou je eigenlijk 4 aanrakingen moeten hebben. Eigenlijk. Ik denk dat we zo moeten. Dit gaat al niet. Opnieuw. Vier. Oh, dat kan ook niet. Twee, drie, vier. Eén. Nee, dat kan ook niet. Eentje terug. Eén, twee, drie, vier. Even kijken hoor. Je zou als eerste puzzel toch verwachten dat het niet al te moeilijk moet zijn. Zo.
Leighton hebben, dan kan ik die nooit meer raken. Hè? Vier? 1. 2. Nee, kan ook niet. We hebben geen... Oh, we hebben 10 muntjes. Nou, dat is een lekker begin, toch? Als we bij de eerste meteen een hintmuntje moeten gebruiken. Ik moet trouwens ook nog eens verschermen. Je moet de route vinden die het luchtschip op de grootste afstand laat afleggen. En onthoud dat je tijdens een lange reis regelmatig moet bijtanken. Houd rekening met het feit dat het luchtschip slechts genoeg brandstof heeft om 4 vakjes te vliegen. Hierdoor is het vrij duidelijk in welke richting het eerst moet. Ja, je zou zeggen dat hij dan naar beneden moet. Nee, dat kan ook niet wat ik nou wil doen. Deze was helemaal niet zo moeilijk. Oh mijn god. Echt zonde van dat ene hintmuntje. Nou goed, we hebben hem in ieder geval. Dit zou wel eens de oplossing kunnen zijn. Kaboom, dit was de oplossing. Een echte heer kraakt elke puzzel. Elke puzzel, hot vlot. Ja, we weten het. Oké, nice. Ik hoop dat dit volstaat. Jazeker. U heeft bewezen de enige echte professor Leighton te zijn. Ik hoor het graag als ik nog iets voor u kan betekenen. Jullie zijn immers onze hooggeëerde gasten. Dan is het nu tijd om te vertrekken. We gaan vliegen met de Bostoniërs. Professor Leighton en de erfenis van de Azran. Veel groene filmpjes in de eerste aflevering. En zo vertrokken we in het luchtschip Bostoniërs om het mysterie van de zogenaamde levende mummie te ontrafelen. Dit was het begin van een lange reis die ons de hele wereld over zou voeren. En het was tevens het laatste avontuur dat ik zou beleven met professor Leighton. Laatste avontuur met Emmy. Bam, bam, bam. We zouden er nu bijna moeten zijn. Wat een hoop sneeuw, zeg. Dat klopt, dus ja. Dit is Friesborg. Oeh. Even kijken. Een levende mummie. De fameuze archeoloog professor Desmond Sycamore beweert dat hij een levende mummie heeft ontdekt. Een hoogst onwaarschijnlijk idee. Wat zou hij in hemelsnaam gevonden hebben? We gaan het zien. Wil je het spel opslaan? Dat willen we zeker. Plinky plonky plonk. Het bevroren raadsel. Daar zijn we dan, Friesborg. Prachtig witte hellingen, zachte sneeuw die uit de lucht komt dwarrelen. Een heerlijk stadje. Ja, het ziet er zeer aangenaam uit. Volgens professor Sycamore zullen we hier zijn zogenaamde levende mummie vinden. Het is moeilijk te geloven. Vinden jullie ook niet? Als Sycamore hier niet bij betrokken was, had ik het afgedaan als verzinsel. Maar als het klopt, is het de vondst van de eeuw. Nee, het millennium. Dat zou nog eens iets zijn. Kom op, tijd om op onderzoek uit te gaan. Wacht, Luke. Voordat we hals over kop het stadje inhaasten, moeten we onze onderzoeksmethode nog eens doornemen. Oh ja, natuurlijk. U heeft gelijk, professor. Nou, die weten we natuurlijk nog wel van het vorige spel. Er zit rechtsboven zit een vergrootglasje om de ruimte te bekijken. Het is allemaal nog hetzelfde als de vorige game, dus dat is makkelijk.
Yep, gewoon met de stylus in de dejeuning. Of in mijn geval met de muis. Dat is het ook. Zullen we eens proberen? Ja, dat is goed. Kijk, hij doet dit. We kunnen nu naar de controlepaneel kijken. Dat is het dashboard, inderdaad. Dat bedoelde ik. Ik hoop dat, ik een keer mag sturen van professor Sycamore. Pardon, professor. Bent u klaar om van boord te gaan? Eerst nog heel even rondkijken. Misschien dat er nog wel hintmuntjes verstopt zitten. Want ik heb er al eentje verpest, maar zo te zien nog niet. Professor Sycamore wacht op u aan de andere kant van Friesborg. Kleed u zich alsjeblieft warm aan. Het is erg koud buiten. Bedankt, Raymond. Goed, laten we eerst eens kijken waar Sycamore uithangt. Joepie, het onderzoek is begonnen. Kom op, professor. Ho, ho, Luke. Het is prima dat je zo enthousiast bent, maar zullen we eerst eens zien hoe we ons moeten verplaatsen? Oeps, natuurlijk. Sorry, professor. Ja, dat werkt allemaal nog hetzelfde, dus dit ga ik gewoon even doorskippen, want dit is niet echt heel erg interessant. Het is allemaal prima. Oké. Kijk. Zo, nu kunnen we uit het schip. Deze game ken ik iets minder goed dan Miracle Mask. Ik heb deze wel 2 keer gespeeld, denk ik. Maar ik kan me niet zo helemaal goed meer herinneren. Wauw, het is net alsof het hele stadje bedekt is met glazuur. Ik heb nog nooit zoveel sneeuw gezien. Haha, in Friesborg sneeuwt het hele jaar door, Luke. Deze bergen worden niet voor niets de zilvertoppen genoemd. Het hele jaar door? Dan zou je elke dag kunnen skiën. Ik zal eens kijken of ik een stel skis kan huren. Of een sneeuwscooter. En het onderzoek dan, Emmy? Jij bent altijd degene die zegt dat ik niet serieus doe. Haha, ik zou zelf ook wel eens een aantal van die hellingen naar beneden willen razen. Maar laten we eerst Sycamore zoeken. Laten we eerst hintmuntjes zoeken, wat vind je daarvan? Er zijn nog geen hintmuntjes te vinden, zo te zien. Volgens mij moet dat zeker eerst uitgelegd worden straks. Het gevoel heb ik in ieder geval. Een igloo. Wauw, zijn de muren van dat huis echt van ijs gemaakt? Dan is het daarbinnen vast vreselijk koud. Nou, ik heb gehoord dat iglo's best warm zijn van binnen, vanwege de isolatie. Ik vraag me af wie hier woont. Wellicht is het een soort hut voor reizigers. Met een dergelijk magnifiek uitzicht trekt dit stadje vast veel bezoekers. Ja, als we hier op vakantie waren, zou ik daar best willen slapen. Zullen we even een kijkje nemen? Professor, daar komt iemand aan. Misschien kan hij ons vertellen waar we professor Sycamore kunnen vinden. Oh, daar heb je hem weer hoor, Aldus. Brrr. Ah, waarde vrienden. Te midden van deze besneeuwde toppen treffen wij elkaar andermaal. Het lot schoot mij te hulp door u hierheen te sturen om mijn hart en oren te verwarmen. En mij de koude rillingen te doen afnemen. Ah, juist. U bent toch de enige echte. Het doet me deugd u in goede gezondheid te treffen. Zelfs in mijn stoutste dromen had ik u niet verwacht. Nee, in mijn dromen zag ik een blinkend zilver en ivoren witheid. Maar ach, ik moet bekennen, de kou, het is te koud voor mij. De vorst heeft mij verslagen. Ik heb medelijden. Ik heb mij onvoldoende gekleed. Lieve hemel, dat is onfortuinlijk. Mag ik u aanraden zoveel mogelijk binnen te blijven? Uw wijze woorden tonen wederom aan dat u meer bent dan slechts een mooie hoed. En volg uw advies gaarne op. Maar ik zal eerst nog een missie voor u. Een missie? Wat voor missie? Ik heb hier ergens een houten kist geplaatst. Probeert u deze eens te vinden. Sleep uw stylus maar rond. Dan moeten we zeker weer een blauwe... iets blauws vinden, zeg maar. Of niet? Dat hij inzoomt. Meestal is dat... Oh. Ik kan hem helemaal nergens een houten kist vinden. Waar staat hij toch? Ah, jongetje geduld. Jeugdige ongeduld. Uw tenen mogen dan bevroren zijn, mijn jonge vriend. Maar laat uw verstand zich niet bevriezen. Mijn verstand? Bevriezen?
Ah, sorry, waar heeft u het over? Ik zal u niet langer in spanning houden, waarde vrienden. Hetgeen waarvan ik spreek is een eeuwenoude kunst van het inzoomen. Zie je? Nou, dit kennen we wel, dit moet. Als het blauw wordt, kan je dus inzoomen. Daar zat ik net al naar te zoeken, maar toen was het blijkbaar nog niet geunlocked. Kunt u alsjeblieft mijn kist zoeken? De kracht ligt in uw handen. Kijk, nu kunnen we naar binnen kijken. Oh, dus daar stond hij stond al die tijd gewoon hier. Ja, dat klopt, Ing. Oké. Ongelooflijk, u bent het zoomen nog niet verleerd, jonge heer. We mogen u de kunst van het zoomen tot in de puntjes beheersen. Dat klinkt inderdaad wel handig. Ik schrijf het allemaal even op. Kan ik nog meer dingen vinden? Een stuk ham. Kijk, we hebben ons eerste hintmuntje gevonden. Zie een hintmuntje. Als uw puzzellogica u in uw steek laat, is deze glimmende schoonheid uw redder in nood. Echter, de hintmuntjes groeien niet als appels aan de bomen, dus wees er zuinig mee. Bewaar ze als een appeltje voor de dorst. Deze muntjes zijn overal ter wereld verstopt. Houd uw ogen open en verken onwaar. Nou, dat is prima. We weten hoe hintmuntjes werken, dus dat komt helemaal goed. Aju. Nou, dat is goed. All this is gone. Since all this is gone, I can't find some hintmuntjes. Kijk, nu kunnen we praten. Nee. Er zullen nu toch wel meerdere hintmuntjes verstopt zitten, zou je zeggen. Oh. Kijk, dat bedoel ik. Kijk, nou kijk, dat zijn weer wat hintmuntjes. Zou die meneer die hier staat... Nee, daar kunnen we niet mee interacten. Dan lopen we wel gewoon door in Vriesborg. Het is erg charmant hoe schots en scheef die gebouwen staan. Het is net alsof we in een sneeuwbol staan. Zeg professor, ik vroeg me net iets af. Hoe houden we alles bij tijdens ons onderzoek? Goede vraag, Luke. Luister allebei goed, dan zal ik het jullie vertellen. Tik eerst op de koffer op het touchscreen. Tik op het pictogram dat je hier ziet om je voorgang op te slaan. Ja, dat is het puzzelregister. Dat werkt eigenlijk allemaal nog hetzelfde als bij de vorige game. Zo. Even een slokje drinken, dan moet ook gebeuren, hè. Geweldig. Ik denk dat ik nu wel goed weet hoe de koffer werkt. Dat is mooi. Kijk. Een sneeuwpop. Kiboom. Oké. Lol. Lol. Grappig. Oh, dit is wel een leuk stadje. Eerlijk is eerlijk. Beetje hintmuntjes zoeken. Dat vind ik altijd... Oeh, een puzzel. Dat had ik niet verwacht. Weet u, professor, ik denk dat dit stadje erg mooi is 's nachts. Lantaarnlicht dat schittert op de sneeuw in de straten. Dat moet een prachtig gezicht zijn. Inderdaad, helder verlichte straten zorgen voor een goede sfeer. Over straatverlichting gesproken, Emmy, ken je deze puzzel al? Nou, we gaan het zien. Puzzel 003, dan hebben we dus puzzel 002 gemist, maar die zal dat meisje hebben die daar net stond. Er gaat een festival plaatsvinden en je hangt feestverlichting op in de stad. Je dacht dat het makkelijk zou worden, maar het feestcomité heeft strenge regels opgesteld. Niet meer dan 1 lantaarn per straat. Oké. We willen niet dat 2 lichtstralen van dezelfde kleur elkaar kruisen. Oké. Kun jij de lantaarns volgens deze regels plaatsen? Nou, we gaan eens even kijken. Stel, we doen die zo. En we doen die zo. We staan niet in dezelfde straat. Oké, dat mag.
dit mag ook. Het lastige is dat ze elkaar dus niet mogen kruisen. Dus dit mag al niet, omdat die elkaar dan kruisen. Dit kan nog best wel eens lastiger worden. Ik denk dat die in het midden moet hier. Ik denk dat als we die binnenhalen en die hier neerzetten, dan kan die... Ah, dat kan ook niet. Dit kan ook niet, want hier moet er nog eentje in staan. Oké, dit is een lastige. Even kijken. Zo, nu voldoen we nog aan de regels. Zo nog steeds. Nee, maar deze roze, dat kan niet. We kruisen ze elkaar. We gaan nog een keer proberen. Nee, dan kruisen ze elkaar al. Dan kruisen ze elkaar ook al. Zo niet. Oké, ik denk dat dit al een goede start is. Zo. Ja, dit mag niet. Dat mag ook niet, wat ik nu zat te bedenken. Kijk, dit is op zich goed. Bijna altijd hier dat ze elkaar gaan kruisen. Zo. Die mogen niet bij elkaar zitten. Dus als ik het zo doe, dat mag ook niet. We gaan het opnieuw proberen. Ik denk dat we die nog steeds van... Oh, dit mag al niet. Ja. Ik denk dat deze zo moeten. Zo. Maar niet waar ik deze neerzet. Maar dat is altijd een gedoe. Wacht, heb ik hem nou? Zie, ik heb hem! Wil je een antwoord hebben? Pak aan! Ja, ik wil graag je antwoord. Nice! Eitje. Zeker een eitje. Nou ja, eitje. Het heeft wel tijd gekost, maar het is me gelukt, Emmy. Ik ben een blije jongen. Wat fraai, Emmy. Je zou een kundig organisator van stadsfeesten kunnen zijn. Haha, misschien, maar voorlopig heb ik het al druk genoeg met als uw assistent. En ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik zie je heel graag bij de volgende aflevering van Professor Layton en de erfenis van de Astran. Adios, amigos.